Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Believius. En zoals beloofd, hij zat er min of meer aan te komen. De giveaway van de Arifa Spurt, zoals ik al een hele tijd beloofd heb, maar hij is pas sinds gisteren uit. Ja, sinds gisteren inderdaad. En ja, ik ga hem natuurlijk weggeven aan jullie. En ja, de winnaar, die krijgt zeg maar, die stuur ik dan een mailtje met van gefeliciteerd, je hebt gewonnen. En dan moet je mij jouw mailadres geven. Dan stuur ik jouw mailadres stuur ik naar Chris heen. En dan zal Chris jou alle links, downloadlinks, licenties, alles zal hij dan naar jou opsturen. Maar ja, wat moet je ervoor doen? Nou, daar heb ik ook al een tijdje over na zitten denken. En nou ja, ik heb eigenlijk maar min of meer twee eisen eigenlijk. Een derde is misschien optioneel. Maar even kijken, het belangrijkste wat het is. Je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal. En ik wil dat je in de commentaarsectie beneden, wil ik dat jij zet van, ja, ik wil graag de GTW winnen, omdat, en dan wil ik graag een leuke mening of een leuke opmerking hebben van waarom jij graag die spurt zou willen winnen. Dus in de commentaarsectie van, ik wil graag de Arifa spurt winnen, omdat, en dan bijvoorbeeld omdat ik baas ben, ik zeg maar wat of zoiets dergelijks hoor. Niet dat het gaat winnen of wat dan ook, maar... maak er zoiets leuks van. Probeer het eens eventjes. En ja, een derde is optioneel, maar misschien meer iets voor mijzelf. Je hoeft het niet te doen, maar er is een nieuwe poll uitgekomen van Chris. En die laat je een nieuwe trein kiezen, min of meer. En momenteel staat de Thalys nog bovenaan. En weet je, ik heb liever dat de Buffel gaat winnen in plaats van de Thalys. Want we hebben niet echt min of meer leuke routes voor de Thalys, denk ik. Dus... een derde optioneel is dat je op de DM90 moet stemmen, op de buffel, dus op www.christrains.com. Maar voor nu eventjes de twee noodzakelijke dingen. A, of 1, je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal. En nummer 2, je moet een leuke comment achterlaten met bijvoorbeeld van, ik wil de Arifa Spurt winnen, omdat, en dan iets te onderaan. Dus ja, de contest zou een week duren. Na een week ga ik alle... mensen die gereageerd hebben, die ga ik dan in een lijstje zetten, min of meer. En dat laat ik dan op een of andere random website, laat ik een naam uitkiezen. En die naam krijgt dan de Arifa Spurt. Dan stuur ik jou een mailtje. Jij stuurt mij een mailtje terug met het mailadres die je altijd gebruikt. En dan zal ik die aan Chris geven, zodat jij alle gegevens, licenties en dergelijke kan krijgen. En wat natuurlijk ook een vereiste is, je moet in bezit zijn... van Train Simulator 2015. Dat is wel vrij handig, want anders kun je namelijk niet met de trein rijden. De scenario's die Chris alvast heeft gemaakt zijn voor de Vechtdallijnen en, dan moet ik even nadenken, voor het Hart van Nederland. Maar die routes heb je op zich niet nodig. De grote vereiste is gewoon dat je Train Simulator 2015 zou moeten hebben. Dus ja, dat was min of meer eigenlijk hetgene waar ik, wat ik over wil zeggen. Dus de poll gaat vanaf vandaag in, zondag, en zal volgende week zondag ook weer aflopen. Ik wens jullie allemaal heel veel succes met het invullen. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Dag.